nabestaanden van 8 december slachtoffers mogen zich niet mengen in het strafproces. Het besliste de kreisraad vandaag. Raadsman Hugo Esset, die na de zitting journalisten te woord stond, zei dat de nabestaanden hadden gevraagd om ook bewijsmateriaal aan te leveren. Echter is dit verzoek afgewezen. De nabestaanden mogen slechts een schadevergoeding aanvragen. Dat heeft betrekking op het feit dat de nabestaanden in het 8 december strafproces, die zich gevoegd hadden als beledigde partij, dat ze zich als beledigde partij hun vordering intrekken. Het is goed om dat kort toe te lichten. Na de aanname van de amnestiewet hebben de nabestaanden het verzoek gedaan aan de krijgsraad om zich te mogen mengen in het 8 december strafproces op grond van artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat zou betekenen dat de nabestaanden volwaardige procespartij zouden zijn in het strafproces. De krijgsraad heeft uiteindelijk niet toegestaan dat de nabestaanden zich mengen in het proces, maar heeft slechts toegestaan dat de nabestaanden zich voegen als beledigde partij. Die voeging als beledigde partij. De raadsman van de verdachten, Erwin Kanhai, heeft volgens Esset vrijspraak voor de verdachten geëist. Dit vanwege tegenstrijdige en twijfelachtige verklaringen, zegt hij verder. Het is een beetje een lang verhaal, maar toch kort gezegd heeft meneer Kanhai vooral zich geconcentreerd op de verschillende getuigenverklaringen die zijn afgelegd. En heeft hij dus gewezen op tegenstrijdigheden in verschillende verklaringen. En heeft hij dus het waarheidsgehalte van weer andere verklaringen in twijfel getrokken. En zelfs als leugenachtige verklaringen bestempeld. Dat is eigenlijk wat men noemt het deel van de bewijsmiddelen, want getuigen zijn belangrijke bewijsmiddelen. Daarin, nogmaals kort gezegd, heeft de heer Kanhai tegenstrijdigheden gesignaleerd en aan de hand daarvan geconcludeerd, of mede aan de hand daarvan geconcludeerd, dat weer andere verklaringen dus leugenachtig zouden zijn en dat zijn cliënten in ieder geval ten onrechte als medeplegers van deze moorden zijn aangemerkt. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden van de 8 december slachtoffers, vandaag tijdens de voortzetting van het 8 december proces.